Nou, een lekkere meid. Rood. Zonnetje. Spannend. Dus dat kan ook met licht te maken hebben. Licht is heel erg belangrijk. Dus voorkomen onderschat. Het is eigenlijk een grote binnensluiper. Met licht kun je gewoon alle stemmingen kun je al aanbrengen. Kijk maar in de bioscoop, zie je gewoon hoe geraffineerd het gedaan wordt. Bijvoorbeeld al die productreclames die barsten van de helderheid. Hè? Dat alles schoon is en fris. En dat je met één veeg die hele tafel die helemaal zwart is. En één keer, weet je, dat iedereen weet dat het niet zo is, maar toch. Dat gevoel van frisheid dat blijft op een of andere manier hangen. Maar ik volg reclame eigenlijk weinig omdat het zo gestuurd is dat ik eigenlijk weinig conclusies kan trekken uit wat ik voor me heb. Dus je voelt gewoon, vind ik ook bijvoorbeeld het nadeel van kunst, dat je weet, het is altijd door iemand bedacht. En de dingen waar ik naar kijk, die zijn vaak gedeeltelijk bedacht, want 95% van al het nieuws is toch gewoon een vorm van ansonering. Net zoals een demonstratie eigenlijk geansoneerd nieuwsmoment is. Maar er gebeuren altijd dingen die eventjes de boel laten knarsen. En dat is bij reclame en is dat niet zo. Dus ik buig me er eigenlijk niet zoveel over. Er valt weinig te detectiven.